alleen nog maar Nederlandstalige platen. Het nieuwe album heet Hier en gaat vooral over haar overleden stiefvader. Ze werd bekend met dit Nederlandstalige reclameliedje. Oh, die is leuker nog, mijn maat. Even kijken of hij staat. Maar waar is het gordijn al gebleven? Ach, gelukkig heb ik altijd nog een goed lijf, dus een goed leven. Beetje flirten voor die baan, denk ineens verzuig ik aan, maar zo zal hij me zeker nooit vergeten. Ach, gelukkig heb ik altijd nog een goed lijf, dus een goed leven. Stoere blik langs een volterras, knik mijn enkel uit de pas, strompel verder en wordt nagewezen. Nou, en gelukkig heb ik altijd nog een goed lijf, dus een goed leven. Ja, hier begon het allemaal een beetje mee voor jou, Nederlandstalig. Ja. En nu heb je besloten dat je eigenlijk alleen nog Nederlandstalige nummers gaat schrijven. Nou, nee, dat is gewoon nu. En ik weet nooit wat er op mijn pad komt. Dus als ik in één keer heel bekend word in Frankrijk, dan ga ik in één keer Frans spreken. Ja. Dat maakt niet veel uit. Maar nee, ik heb nu wel echt ook gekozen, want ik doe het nu al 12 jaar, hè, dat ik dan bekend ben. En dat vind ik wel heel gaaf, want het is eigenlijk al heel lang. En ik deed altijd gewoon Engels en wat Nederlands. Alleen elke keer, ik ging op een theatertour, hè, gewoon elk jaar weer. En daar had ik hele mooie van die Nederlandse liedjes. Maar ik had altijd het idee van, nou, dat hoort hier en dat blijft hier. Maar ik had steeds meer door dat iedereen het echt zo mooi vond. Dat ik dacht, wat doe ik mezelf ook eigenlijk aan? Ik wil dat gewoon helemaal gaan doen eventjes. Gewoon bekijken hoe men het vindt. Ja. Vond je het stiekem moeilijk om in het Engels te schrijven? Als je zegt van, wat doe ik mezelf eigenlijk aan? Nou, nee, dat niet. Maar als je al 12 jaar lang, elk jaar, het is een klein land hier, dus je doet elk jaar hetzelfde. En het moet wel leuk blijven ook voor jezelf. En ik vond het theater juist heel leuk, omdat er alles kan en mag. En een team. Ja, gewoon, ja, en het is gewoon heel tof. En nu heb ik echt in één keer echt weer zo'n boost, weet je. Ik heb helemaal zin in optreden en clubtours doen. En ik ben echt helemaal weer stoked. Want is het directer als je het in je moederstaal doet? Ja, want zoals iedereen weet, ik kan niet zo heel makkelijk praten. En dat is soms heel frustrerend. Want ik ben in mijn hoofd al daar, maar mijn mond is nog hier. En soms is dat heel vervelend. En dan ga je zingen in het Engels. En dan ga je zo'n hele mooie tekst maken. Maar ik stuit al snel op de standaard uitspraken daarin. En dat is prima, dat is ook leuk. Alleen in het Nederlands, ik kan elk woordje draaien of ik kan een woord gebruiken waarvan iedereen zegt, ja, maar dat is toch helemaal geen woord voor in een tekst? Ja, wel, dat is hoe ik het wil. Want ik weet dat ik het kan verkopen met mijn uitspraak en met mijn toon. En dat weet je echt omdat het jouw taal is. En dan heb je zoiets kleins en zoiets simpels. En dat kan je dan zo raken. Ja, ik vind dat gewoon heel mooi. Kom je dichter inderdaad bij de kern? Ja. Ja. Ja, want als ik nu zeg gewoon, ja, ik ben kapot. Ik ben gebroken. Ja, weet je, met een traan of zo. Ja, dat is 10 keer erger dan omdat je zegt, oh, I'm broken. Het is gewoon een wat rauwere taal. Ja, ja, ja. Het mooie is dat als je zingt, heb je daar helemaal geen last van. Hè? Dan gek is dat toch, hè? Ja, het is echt mijn ademhaling. Ik ben gewoon echt een beetje blond of zo. Ik weet het niet. Maar het is gewoon, voor mij is het zoiets fijn. De Britse koning kon het toch ook, hoor. De King's Speech, daar ging het toch ook over. Ja, door het zingen laat kon hij het wel. Ja. Ja. Ik kan eindelijk vertellen. En ik ben ook nooit zo heel open over de echte dingen, over de nare dingen. Iedereen die denkt altijd dat ik heel open ben. Nou, er is natuurlijk nog veel meer in mijn leven, hoor mensen. Maar ik vind het zo fijn dat ik op dit moment op het podium echt kan vertellen hoe ik mij heb gevoeld. En dat komt nu omdat je misschien met die taal wel een sleutel hebt. Ja. Maar dat heeft ook te maken, denk ik, met misschien wel een andere fase in je leven. Ja. Ja, ik denk wel dat ik eindelijk wat ouder word nu. Dat is ook wel fijn. Lang geduurd. Ja, heel, nee, maar echt. Mm-hmm. Dus ben je niet meer het biermeisje? Ik heb echt een BH aan en zo. Nee, het is inderdaad, ik wilde nog heel lang, oh, maakt me niet uit, ik ben een biermeisje. Maar ik heb nu door dat er meer is in het leven dan alleen maar werken en optreden. Ik wil graag een leven naast Miss Montreal bouwen. Ja. En ik had nooit die tenen om te bouwen. En soms gebeuren er ook dingen
ja. die dat versnellen. Hè? Ja. En een van die dingen, want daar gaat het nummer hier over, wat je zo meteen gaat zingen, mm-hmm. is het overlijden van Gerben. Ja. En dat is je stiefvader. Ja, nou, mijn bonus. Je bonusvader. Ja, dat klinkt mooier. Ja. Hoe belangrijk was hij voor jou en wat heeft zijn dood eigenlijk voor impact op jou gehad? Ja, nou ja, op mij denk ik ook normaal, maar ik denk wel bij ons thuis wel heel veel. Want het was een hele leuke man. En ik was vroeger een beetje een negatief mens. Ik zag heel snel alle slechte dingen. Ik was heel snel bang. En hij zei ooit, het is heel simpel. En hij pakte ook zo'n glas. En nou ja, hij was dus half leeg in mijn ogen. Hij zei, dit is half vol en niet half leeg. Dat is het. Het is heel makkelijk. Stel je echt niet zo aan en dat gaat gewoon door. En altijd had hij van die leuke uitspraken. En hij was heel, heel stoer en heel gaaf. Ook met kiten, paragliden. Was een hele stoere man. En dat ik hem nu ook niet meer heb, maar vooral mijn moeder. Want ja, ze waren net getrouwd. Ik was de getuige met mijn zusje samen. Mm. Ja, hij was toen ook nog niet ziek. En dat is 2 jaar geleden dan. Dat was wel misschien de eerste persoon van zo dichtbij die jij hebt verloren. Ja, ja, ik had wel altijd opa's en oma's, maar ja. Dat is toch ietsje anders. En dit was een man, hij was jonger dan mijn moeder en hij was heel sterk. Hij was 2 meter lang. Ik had nooit gedacht dat hij ja, al zo vroeg zou gaan. En ja. Dan heb je door van, je kan er geen pijl op trekken. Dus wees please lief elke dag naar iedereen waar je van houdt. En dan kijk ik naar mijn moeder en die is zo sterk en zo grappig en zo gaaf en zo leuk. Dat ik denk, ja, als mij dat zou overkomen, ik heb geen idee hoe ja, dat vindt zou flex, doen. Dan wil je niet over nadenken. Nee, maar dat is natuurlijk nog aardig pril. Dat is nu 2 jaartjes of zo. Maar als je al zo lang met elkaar bent, oh man, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar ik weet nu dat als mama dat aan kan, dan kunnen wij dat ook. Mm. En je hebt er een nummer over geschreven, ja. Hier. Ja. Hoe heb je, want dat is super moeilijk, want dat weet ik ook als zangeres, hoe heb je zeg maar zoiets groot in een nummer weten te vangen? Is dat een beetje kort uit te leggen? Ging het vanzelf? Nou, wat het meer was, kijk, dit slaat niet per se letterlijk op mijn moeder, hoor. Maar ik zag wel in één keer van dat ze zei van, ja, ik zit nu gewoon thuis en ze woont op het platteland. Hè? Dat is, ik ben er heel trots op natuurlijk. Maar ja, als je daar in je eentje zit, is het een hele andere koek. En daar heb je zelf niet voor gekozen. En ik ben toen pas gaan zien van echt hoe moeilijk dat wel niet is. Eenzaam. Ja, en wat ik dan altijd probeer, is dat ik het wat groter maak. Dus ook dat het slaat op jou en op u. Of mag jij zeggen. Op jou. En op iedereen hier. Zodat iedereen steun vindt dat diegene er niet meer is. Ja. Maar eigenlijk wel, maar op de deur pak je de draad weer op. En dan is het ook prima zo. En dat is ook een beetje wat de boodschap is van het liedje. Ja. Zullen we volgens mij Wat vond je moeder van het liedje? Volgens mij vindt ze het heel mooi. Maar ik vind het altijd spannend om te praten over zulke dingen. Want zij heeft er natuurlijk niet voor gekozen dat ik op tv ben. Dus mam, als je dit ziet, ik hoop dat het oké is. Maar ze is heel erg trots op mij en ik ben heel trots op haar. En dit is gewoon een ode aan iedereen die iemand heeft verloren. Ja. Zullen we gaan luisteren? Erik, kom erbij. Erik Brugmans op de gitaar. Die begeleidt jou.